Rico, gefeliciteerd. Wat een gevecht. Heb jij een telefoon met gezichtsherkenning misschien? Ja, toevallig wel. Doet hij het nog? Well, let me fucking try. Nee, ik heb nu... Wacht, doet hij het? Nee, hij wil niet... Gezicht! Wat zegt hij? Gezicht toont, komt niet overeen. God damn! Fuck. Het is hem gelukt. Hij heeft voor de 10e keer zijn titel verdedigd bij Glory. En dan heb ik het natuurlijk over Rico Verhoeven. Hij versloeg Jamal Benzedik hier achter ons in de Gelredome in de 4e ronde. In misschien wel zijn beste partij ooit, Bart. Ben je het daarmee eens? Nee, zeker niet. Het was zeker niet zijn beste partij ooit. Hij maakt een paar fouten in het begin waardoor hij op achterstand komt en een flinke hoofdstand oploopt. Maar wel een van zijn mooiste zegens ooit natuurlijk. Hè. Als je de mooiste show dan? Ja, als je zo toegetakeld wordt en dan niet opgeeft, door blijft gaan en ja, die partij toch naar toe trekt. Ja, daar win je wel heel veel fans mee en heel veel krediet mee natuurlijk. En nu is het zo in ronde 2 dat Jamal Benzedik hem bijna al neer had. Hè. Rico Verhoeven ging ook zelf een keer tegen de grond. Nu wint hij hem toch in ronde 4. Wat zegt dat nou eigenlijk over zijn wilskracht in dit gevecht? Ja, enorm veel. Het was zelfs zo dat hij bijna door de dokter uit werd gehaald. Zijn oog zat helemaal dicht en de dokter heeft echt met gekeken met een lampje of die nog of zijn pupil nog reageerde. En dat was zo. Als dat niet zo was geweest, dan had hij gewoon moeten stoppen van de dokter. Ja. Nou ja, desondanks wilde Rico niet opgeven. Heeft zich terug in die partij geknokt, letterlijk. En ja, ondanks die enorme wond bij zijn oog is hij doorgegaan. Dat leidde zelfs op de persconferentie tot gewoon een daverend applaus van de journalisten. Die gewoon ook waarderen dat hij ondanks die wond op de persconferentie komt. En ja, hij zegt daar ook letterlijk van, het zijn eigenlijk maar twee opties. Of ik win een partij of ik ga bij wijze van spreken sterf ik in de ring. Dus ja. Zo beleefd hij het echt. En ja, dat hebben we vandaag gezien inderdaad. Ja, nu kennen we Rico Verhoeven wel een beetje als een puntenvechter. Hè. Hij heeft heel vaak zijn duels gewonnen in ronde 5, in ronde 4, op punten in ieder geval. Hoe is dat nu eigenlijk met zijn reputatie? Nou ja, dit gevecht gaat hem wel heel erg goed doen inderdaad. Wat je zegt, dat is natuurlijk wel de kritiek die vaak op Rico te horen is. Ja. Hij is natuurlijk een enorm goede vechter, maar ook niet de meest spectaculaire. Vaak de puntjes pakken op conditie, zijn geweldige fysiek buit hij dan uit tot het einde van de 5e ronde. En hij is niet iemand die met gevaarlijke trappen of zo voor spektakel zorgt. Nee. En ja, dit is natuurlijk wel een heroïsche zege geweest, absoluut. Dus dit gaat hem wel, dit weten we over 5 jaar nog, zeg maar. Ja, dat is absoluut waar. Nu hopen we bij het volgende gevecht dat we dat ook weer over 5 jaar weten. Staat er al iets op de planning eigenlijk? Ja, we gaan weer terug naar de Gelredome op 19 februari weer zijn we hier. Ja. En waarschijnlijk gaat dan zowel Rico Verhoeven als Badr Hari als Alistair Overeem in actie komen. Is in ieder geval de bedoeling van Glory. Kijk eens aan. Afwachten of ze allemaal fit zullen zijn. Maar ja, het belooft wel echt een topavond te worden dan. Ja, nou, dat komt misschien nog wel legendarischer dan deze avond. Ook een avond waarin Saki onder andere gewonnen heeft. Dus dat is hartstikke mooi. Wil je nou nog meer weten over dit gevecht? Dan kan je natuurlijk terecht op nu.nl. Ik heb heel even in de spiegel gekeken, niet te lang. Ik voel me niet dat ik er heel goed uitzag. Dus laten we zeggen, ik ga wel even een dokter nalaten. De dokter hier heeft uiteraard gekeken. Hij zegt, je bent oké, okay, maar ik wil het wel even in het ziekenhuis even een fotootje laten maken. Kijken of alles oké okay is. Dus dat ga ik even doen. En voor de rest, lekker ontspannen. Ik zie morgen eindelijk, ben ik lekker met de kids. Dus daar ga ik echt van genieten. Die hebben echt natuurlijk eventjes wat tijd zonder papa of papa. In ieder geval, als ik er was ik er maar een soort van half. Dus dat, dat vind ik vervelend. Snap je, dat doet me wel veel, want mijn kinderen zijn me alles. Snap je, daarom sta ik daar. Daarom sta ik elke keer weer op. Snap je? Ik heb ze net uiteraard aan de telefoon gehad. Ze hebben... Ik denk, dit was de tweede keer wel dat ze gekeken hadden. Nou, en dan zien ze dit. Snap je dat ik er soort van op deze manier aan toe ben? En dat doet wel wat met me. Dus ik wil het wel morgen echt gewoon lekker een leuke dag met ze maken. Ondanks dat ik er niet echt uitzie om een leuke dag. Maar we gaan echt een leuke dag maken. You're the sexy motherfucker, bro. Thank you, man. That's what I'm gonna do. Dat is wat ik morgen ga doen. Lekker genieten met de kids. En nu gewoon even naar het ziekenhuis. En dan lekker rusten. Even wat eten. Even wat slechts eten. Wat weer mag. Mackie D's. Snap je? Dus even lekker ontspannen, man.